Zo, kijk eens aan, zeg. Zeg, Olivia, zijn we al dichtbij? Ik denk het wel, sprookjesprokkelaar. Mag ik jou wat vragen? Was het hier nou naar rechts of naar links? Naar links ben ik net geweest. Wacht eventjes, want ik... Oh, ik heb dit nog gevonden. Wauw, kijk, dit hier is supermooi. Kijk eens aan, neem die maar mee, zeg. Ja, ik heb het al. Zo. En hier vind ik er nog één. Nou, we zouden nu dichtbij moeten zijn. Ja, maar we zijn er ook bijna, want het was hier geloof ik naar rechts en dan zijn we er ongeveer. Olivier? Ja? We hebben het gevonden, Knul. Ja, ik zie het. Kijk eens aan. Wauw, goedemiddag allemaal. Een hele goede middag. Oh, jullie hebben het ook gevonden. Ja, en jullie ook? En jij hebt het ook gevonden? Wat een gezelligheid. Inderdaad, zeg. Hebben jullie een leuke dag tot nu toe? Ja. En sprookjesprokkelaar? Ja, Olivier. Het is wel heel fijn dat we hier even in de schaduw zitten, nietwaar? Zeker. Ja, toch? Ik zie u knikken, ik zie u allemaal zweten. U heeft zelfs het doekje meegenomen. Niet de handdoek nog in de ring gooien, hè? Nee, precies, ja. Goed, Rosa. Oh, hallo daarboven. Jullie komen precies op tijd. En wat leuk dat jullie er ook zijn. Dat jullie het gevonden hebben. Zo. Zeg, mevrouw daar. Mag ik u wat vragen? Ja, Julia. In het blauwe jurkje. Ja, dan bent u. Ja. Ja, vertelt u nog wel eens een sprookje of verhaaltje? Ja, zeker sprookjes, pakken. Ja, zeker. Ach, dat doet me deugd, zeg. Want u moet weten. En jullie allemaal. Sprookjes worden verteld. En de wind hoort verhalen. Uit alle windrichtingen en zelfs in alle talen. Ja, hij neemt ze mee. En als je nou eens goed luistert, ja, dan hoor je wellicht hoe de wind die sprookjes fluistert. En ik sprokkel in het sprookjesbos al die gevallen takjes bij elkaar. En daarom noemen ze mij, sinds dag en jaar, de sprookjesprokkelaar. Ja, de sprookjesprokkelaar, maar sprookjesprokkelaar, dat wist iedereen hier toch al? Anders waren ze niet hier op deze bijzondere plek. Nou, weten jullie dan ook wie deze jonge man is? Ik? Ja. Oh, dat is niet belangrijk. Weten jullie dat? Nee. Niemand? Nee. Nou, dit is Olivier. Hallo. En Olivier is mijn vazel. Mijn leerling. Ja, precies. Ik help hem altijd een handje met sprokkelen bijvoorbeeld. Precies. En dat doe je fantastisch, Knul. Oh, dankjewel. En ik zag dat je al iets gesprokkeld had. Ja, ik heb wat gesprokkeld, maar... Sprookjesprokkelaar, ik zie dat er nog wat meer kinderen zijn die ook gesprokkeld hebben. Oeh, is er gesprokkeld? Ja, want wie van jullie weet wat sprokkelen betekent? Ja, jij zit de hele tijd al met je vinger in de lucht, dus jij weet het al, want ik heb het ook al gezien. Wat is sprokkelen? Bij elkaar rapen van takjes in dit geval. Ja, precies. Hartstikke goed. 10 punten voor jou. Heel goed. Maar heb je dan ook een takje gevonden? Kijk. En jij ook? Heel goed. En jij ook? Oh, sprookjesprokkelaar. Ja? Ze hebben allemaal takjes gevonden. Kijk eens aan, zeg. Jongens, kunnen jullie de takjes eens eventjes helemaal omhoog steken? Ja, als je een takje hebt gevonden. Ja, nou, fantastisch. Echt waar. Met een blaadje eraan. Heel goed. Kijk eens aan. Je ziet ook al, iedereen die boven zit ook. Alle takjes zijn verschillend, hè? De een is groot, ander klein. Wat dik, wat dun. Een beetje een rare kronkel zie ik daar erin. Weet je wat? Ja? Leg ze eventjes hier op een stapel. Voor mijn neus. Je mag ze komen brengen. Oh, kijk bovenin ook al. Wat leuk, zeg. Kijk eens aan, zeg. Oh, en daar nog een paar dames met de pet. Heel goed, daar komt deze kant op. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joem, dat was een vliegensvluchtpakketje. Heel fijn. Maar je ziet dus allemaal verschillende takjes. En zeg, Olivier. Sprak voor mij. Zou jij de taak willen overnemen om een prachtig takje voor mij te uit te zoeken? Mag ik dat doen? Zeker. Oh, oké. Maar de keuze is... Reuze, ja. Ik vind deze wel mooi, maar... Oh, deze! Deze? Deze vind ik wel bijzonder. Zie je dat? Die heeft zo'n rare kronkel. Oeh. En als je dan zo kijkt, dan lijkt het net... ik weet het ook niet. Het lijkt wel op een geweertje. Ja! Ja, dat zie ik ook. Zie je dat ook? Jazeker. Nou, Knul, geef eens hier. Laat me eens kijken. Het zal wel een bijzonder takje wezen. Zo. De sprookjesprokkelaar moet zich even concentreren om te weten welk sprookje er in dat takje... Wat zegt u? Oh.
Ja. Dat ruikt bijzonder. Zeg, Olivier. Ja, sprookjesbakker. Vind je het een beetje spannend? Ik vind het heel spannend. Ja? Ja? Ja, ik ruik het. Aan zweet. Oh ja, om precies te weten welk sprookje er in dit takje zit, moet ik even luisteren. Sst. Ja. Oeh. Er was eens. Ja. Oeh, er was eens een jager. Oh, stoer, een jager. Een jager. Kent iemand een sprookje met een jager? Ja, in welk sprookje zit een jager? Ja, vertel het maar, vinger. Roodkapje had een jager. Ik zag daar ook een vinger. Zijn er nog meer jagers, nog meer sprookjes met jagers? Meneer, meneer, meneer. Sneeuwwitje. Sneeuwwitje. Over welke jager gaat het dan? Het gaat over de jager. Ja. Van Roodkapje. Dag Roodpetje. Oh nee, die stapt net binnen. Nee, Roodkapje. Oh, van Roodkapje. Oké, okay, die jager, ja. Ja, met zijn bruine laarzen. Bruine laarzen, ja. Dat groene pak, groene een pak. Hoed met een veer. Met een veer. En in zijn handen draagt hij altijd een... Een? Een jachtgeweer. Een jachtgeweer. Kijk eens aan, Olivier. Over die jager heb ik het. Ja. Zou jij de jager willen spelen? Oh, dat vind ik wel een eer. Mag dat? Ja, voor één keertje. Oh, oké. Want u moet weten, de jager controleert altijd het sprookjesbos. Zo ook op die ene dag. De dag dat Roodkapje naar haar oma was gegaan. En ach, het was een warme dag. Net zoals vandaag. Het zweet liep op zijn voorhoofd. Absoluut. En hij was er een beetje moe van. Nou ja, heel moe eigenlijk. Heel moe. En hij zei tegen zichzelf... Gaat het knul? Ja, ik ben een beetje moe. Niet precies, ja. Maar hij zei tegen zichzelf. Zo, na deze ronde ga ik eens even lekker een bakje koffie drinken. Bij grootmoeder en Roodkap. Oh, dat is een goed idee. Dat gaat niet heen. Dieper en dieper het bos in. Tot hij ineens iets ongewoons hoorde in het bos. Iets wat hij daar op die plek nog nooit had gehoord. Ja, het was iets van... Gesnibbel. Gesnibbel? Nee, gesnabbel. Gesnabbel? Oeh. Nou, hebben jullie een ideetje wat hij hoorde? Wat zeg je nou, gesnurk? Oh, natuurlijk, dat is toch logisch? Dat is grootmoeder, ja. Die moet licht moeten slapen, ja. Een beetje ziek af en toe, kan snotneus, je weet het wel. Olivier, ja? Ik snap wat je bedoelt, maar... Dit klonk toch wel iets dieper. Dieper? Ja. Nou ja, de jager kwam dichter bij het huisje en keek door het vensterraampje heen. En daar zag hij... Niet toch? De grote boze wolf in het bed van oma. Spoilsprogramma. Oké. Stop. Momentje, time-out. Ja? Grote boze wolf, waar is grootmoeder? Waar is Roodkapje? Dat kan toch niet zomaar? Het fantastisch. Dat dacht de jager dus ook. Waar is Roodkapje gebleven? En waar is grootmoeder? Nou, er zat maar één ding op. Hij moest naar binnen. Om te gaan kijken. Maar ja, de jager vond het zelfs een beetje spannend. En zijn beentjes begonnen te trillen. Zijn knietjes te knikken. En zijn tenen te trillen. Nou, wat was er met de jager aan de hand, denken jullie? Ja, zeg het maar. Hij was bang. Ja, zeker bang. En Olivier, hij was zelfs zo bang. Het liefst rende hij zo vloep weg. Ja. Fantastisch idee, ja! Olivier? Ja. Olivier? Ja? Waar ga je nou naartoe? Ik ren weg. Olivier, kom eens terug, knel. Waar ben je? Ja, hier. Olivier? Ja? Je bent uitsproken, sprokkelaar. U zegt het. Olivier, kom eens terug. De jager rent weg. Ja, dat wilde hij, maar dat deed hij niet. De jager moet zijn taak wel serieus nemen, knul. Dus kom maar eens terug staan. Olivier? Precies, ja. De jager rende dus niet weg. Hij bleef staan. Ja? Maar hij had iets nodig. Hij had... Moed nodig. Ja, ik moet echt heel nodig. Nee, Olivier, je hebt moed nodig. Wat is dat dan nou weer, moed?
Je hebt moed nodig en daarom zei hij tegen zichzelf: ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Oliver, moet je dat wel meer? Heb je dat gezien, Sprookjesboek? Zo bek ook. Ik weet het, knel, rustig aan, adem. Oké. Ik ben niet bang. Zeg, kun je mij een beetje helpen om weer dapper te voelen, alsjeblieft? Zullen we het samen proberen, jongens? Probeer maar. Oké, ik ben hier niet bang. 1, 2, 3. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de boze wolf. Ik ben niet bang voor de boze wolf. Nog één keer goed met z'n allen. Ik ben niet bang voor de boze wolf. Hey, dat ging hartstikke goed, hè? Hoor je weer kijkers naar beneden? Het is gestopt met trillen, knul. De benen doen het weer. Ze trillen niet. Kijk eens aan. De jager had genoeg moed verzameld. Het was de hoogste tijd. De jager ging naar binnen. Ja. Dus hij zette een grote stap naar voren. Ja, precies. Ja, hij pakte de deurklink vast. Die heb ik vast. En deed de deur met een zwiep omhoog. En open. Ja, hij is open. En daar toen... Ja, in het bed van grootmoeder. Wolf. Werd, tanden, oren, ogen. En toen... Ben je niet bang? En toen? En toen? Sprookjesboek, ik zit er helemaal in. Knul. En toen was het takje leeg. Wat? Wat zegt u nu? Ja, het spijt me, knul, er zit niks meer in. Ja, maar Sprookjesbokkelaar, ja. Die jager staat middenin, hij heeft er zin in. En nu ze vertelt me dat het takje leeg is. Maar wacht eens even. Oliver? Ja, Sprookjesbokkelaar? Iedereen kent toch het verhaal van Roodkapje? Maar we hebben het toch niet over Roodkapje, dit is het moment dat het verhaal van de jager samenkomt met het verhaal van Roodkapje. Oh ja, natuurlijk! Kijk eens aan, knul. Maar dan vertelt dit takje dus iets niet over Roodkapje, maar over de dappere jager. Kijk eens aan, knul. Bewaar het maar goed. Ja. Oh, mogen we dit takje en dan de rest van de takjes ook bewaren? Want dan kunnen we... Ja? Want dan kunnen we de takjes meenemen en dan kunnen we de verhalen zo, die in die takjes zitten, opschrijven in uw sprookjesboek. Fantastisch, knul. Ja, en daarna kunnen we het weer doorvertellen en weer doorvertellen. Doorvertellen. Ja, zodat het allemaal niet verloren gaat. Maar wacht eens even. Zeg, zouden jullie ook willen dat dit moment niet verloren gaat? Ja? Zullen wij dan misschien met z'n allen zo'n leuke foto maken? Een foto? Ja. Maar we hebben heel veel. Ja. Want Oliver, jij vertelde mij vorige week iets over een elfie. Oh ja, dat is een superleuk idee. Dat is echt super. Ja, mevrouw. Ja, hallo. Ja, hoi. Ja. Goedendag dan. Ja, zo gezellig zo. Maar het is nog veel leuker, mevrouw. Als u uw telefoon pakt en u houdt hem zo achter u, dan staat u met de rest. En wij er ook op. En, oh, wacht even hoor. Dat mogen jullie zo dadelijk ook doen. En dan noemen we dat een elfie. Ja, leuk toch? Samen op de elfie. Ja, precies. En dan tellen we af. Dus pak je telefoon alvast eventjes. Dan tellen we van het sprookjesgetal 7 naar 0. Ja? En dan beginnen we eens even kijken. Nou, u zat al klaar en meneer staat ook klaar. Tellen jullie mee? Dan gaan we. 7. Dan hebben we 6. Dan 5. 4. 3. Oh jee, 2. 1 en de tanden gaan bloed. Superleuk zeg. Zo, is het gelukt? Ja, daarboven is gelukt. Ben je ook gelukt, mama? Oh, we gaan nog eventjes naar links. Fantastisch. Ja, precies. Deze kant op. En 7. 6. Dan 5. 4. 3. 2. 1 en de tanden gaan weer bloed. Superleuk zeg. Kijk eens aan. Oh, mooi. Dan hebben we tenminste een herinnering voor thuis. En dan kun je dan het verhaal dus vertellen van, kijk, we zijn bij de sprookjesbokkelaar geweest. We hebben takjes gevonden en we hebben dit verhaal gehoord. Dus dan kun je het verhaal wat makkelijker vertellen. Net een prentenboek met een plaatje erbij. Omringd door de wind spitsten wij onze oren. We hoorden dit prachtige takje een prachtig sprookje fluisteren. En kom gerust nog eens opnieuw luisteren. En neem dan een nieuw takje mee naar voren.
Dan breng ik de verhaaltjes ten gehore. Voor nu, Olivier. Wij gaan aan de thee. De ijstee. Ik wens jullie nog een fijne dag in de Efteling. Maar voor nu zeg ik dan echt... tabby. Blijf lekker rustig zitten, want daarboven staan twee collega's en die nemen jullie zo dadelijk weer mee naar boven. En een hele fijne dag nog en genoeg drinken, lekker in de schaduw blijven. Dan loop ik vast voor onder spokesprokken. IJstee, zei u? IJstee graag. Oké, nou IJstee, lekker, prima, ik heb er zin in. Zo. Sure.